Nou, wij komen net als ons examen economie op VMBO niveau. En het was echt een slecht examen. Het was niet te doen. Er gingen ze heel veel leerdingen en vooral hele gekke inzichtrekeningen. En niet echt met nieuw min oud en ja, de boxen ook niet. Het was echt heel gek. Ik kwam er bijna niks ervan in. Nee, zei je ook als economiedocent? Wat vond u ervan? Nou, ik ben het met je eens dat het gek was dat heel veel dingen die er vaak in komen, die moest leren en niet in zaten. Maar stiekem vond ik het qua niveau best wel aardig te doen eigenlijk. Maar ik ben ook heel slim. Ja, ja nou, wij niet. Dus ja, ik weet niet wat dit gaat worden. Hoi allemaal, ik kom net uit mijn examen economie op MAVO niveau. De examen was moeilijker dan wat ik had verwacht. Eerste drie vragen, dat was echt geen economie. Ik weet niet wat dat was. De informatiebron 7, dat was zo onduidelijk. Daar begrijp ik niks van. En voor sommige vraagstellingen vind ik heel raar. Ik begrijp niet wat er van mij wordt verwacht. Dus laten we hopen van een hoger interim. Bij mij ging niet slecht, maar ook niet goed. Dus weet niet, ik hoop wel een voldoende. Hallo, ik ben net uit mijn economie-examen. En ik vond het echt een hele moeilijke examen. Het is me wel gelukt en ik denk ook wel dat ik een voldoende heb. Maar ik liep wel echt heel vaak vast en ik merkte dat ik echt super langzaam werkte. Er waren niet echt dingen die ik echt heel erg heftig vond. Ik heb ook alles ingevuld. Maar ja, ik hoop gewoon echt dat de normering hoog is. Zodat ik nog een beetje een decent cijfer kan halen. Maar ja, we gaan het zien. Hallo, ik ben Charlotte. Verder kom ik niet hoor. Nee, deze Duitse teksten waren echt lastig en intens saai. Over ratten, over een warmtedeken, over... Ik ben het eigenlijk al vergeten. Tekst 8 over die warmtedeken. Ik dacht eerst dat het over de auto ging. Daarna dacht ik dat het over bier ging. Maar het ging dus blijkbaar over een warmtedeken. Kan ik ook pas na een paar vragen achter. Maar over het algemeen, het ging beter dan verwacht. Maar alsnog erg kut. Hallo allemaal, ik heb net mijn Duits examen gehad op de HAVO en het ging best wel goed. Ik heb de eerste twee teksten, daar heb ik wel heel lang over gedaan. En ik kwam uiteindelijk wel in tijdsnood, dus ik heb ook gewoon mijn keuzevragen moeten gokken. Er waren wel een paar vragen die ook een beetje onduidelijk waren. Zoals vraag 37 volgens mij, want daar stond, was een gattekst, maar ik kon nergens vinden. En ook bij vraag 5, die snapte ik ook niet helemaal, want ik kon ook niet echt in de tekst vinden. Maar ja, uiteindelijk heb ik wel allemaal afgemaakt, dus helemaal goed. Hoi, ik kom net terug van mijn Duits examen en ik denk dat het wel goed is gegaan. Ik had van tevoren op TikTok filmpjes gekeken van mevrouw Duits en ik denk dat dat wel heeft geholpen. Ik had aan het einde wel een beetje tijdstekort. Toen moest ik de laatste twee vragen een beetje afraffelen. Toen heb ik maar gewoon het ingevuld. Maar ik denk wel dat het een voldoende is. Ik kom net van het Nederlands eindexamen op VWO niveau. En ja, voor mijn gevoel ging het dus echt super goed. Ik kwam overal gewoon ja, goed doorheen, want ik keek best wel op tegen drie teksten lezen. Maar het was eigenlijk best wel goed te doen. De teksten vond ik wel echt mega ja, saai. Het ging alleen maar over klimaatverandering. En de eerste tekst ging nog wel, ging over de Malediven. Dus op zich, ja, het was wel gewoon duidelijk. Maar die tweede tekst, ja, ik dacht echt van nog een tekst over klimaatverandering gaan lezen. Ik ben er wel klaar mee. Maar ja, uiteindelijk is alles goed gekomen, dus ik hoop op een goed punt. Hoi, ik heb net een VWO Nederlands examen gemaakt en ik vond het eigenlijk echt heel erg meevallen. Ik heb de toets ook gewoon makkelijk afgekregen binnen de tijd, 20 minuten voor tijd was ik klaar. En ze zeiden al van vraag 35 wordt een 5-puntsvraag. Ik had dus ook verwacht dat die heel moeilijk was, maar uiteindelijk bleek dat gewoon een simpel invulvraagje te zijn. En tijdens het examen was ik ook gewoon lekker in de flow van de teksten. Tekst 3 over de cognitieve en morele flexibiliteit vond ik eigenlijk nog best lastig. Maar vergeleken met de rest viel dat eigenlijk ook wel weer mee. Dus ja, ik hoop dat ik gewoon een goede voldoende heb. Hoi allemaal, ik had net mijn Nederlands examen op VWO niveau. En ik vond de toets meer te doen dan voorgaande jaren. Want die gingen bij mij altijd best wel slecht en ik had best wel laag cijfers. Maar dit jaar, ik begreep de teksten wat meer. En ik vond sommige vragen best wel makkelijk. Maar sommige vragen waren ook gewoon echt niet te doen. Ik vond die vraag over die grens of zo, ja, die begreep ik gewoon helemaal niet. En die laatste tekst vond ik ook nog best wel lastig, want ik begreep niet precies wat ze ermee wilden vertellen. Want ik begreep het deels, maar ook weer niet. Maar ik denk dat die beter is gemaakt dan voorgaande jaren. En voor de mensen die Nederlands makkelijk vinden, ik denk dat die best wel goed is gemaakt door hun. Ik vind Nederlands ook best wel lastig, dus ik wil niet te snel praten en zo, maar ik zie het niet zo.